De Nationale Loonraad heeft het advies voor een nieuw minimumuurloon overhandigd aan minister Stephen McAndrew van AWJ. Hoewel dit advies bindend is voor de minister, moet de regeringsraad het goedkeuren voordat het definitief wordt vastgesteld. De regeringsraad heeft de armoedegrens vastgesteld op 7.396 SAD voor een volwassene. De vaststelling van het minimumuurloon betekent alleen dat arbeid volgens de wet niet beneden dit bedrag mag worden verricht, maar werkgevers en werknemers kunnen altijd een hoger uurloon overeenkomen. USAID biedt ondernemers in het Caribisch gebied kansen voor duurzame energieontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken organiseerde een sessie onder het CCIP met een budget van $28 miljoen. De focus lag op het belang van de particuliere sector in de Surinaamse economie en het aanpakken van klimaatverandering. DTI-directeur Rafiq Ilahi benadrukte het doel om investeringen te vergemakkelijken en barrières voor ondernemers weg te nemen bij innovatieve activiteiten. Projectmanager Mark Romy heeft gisteren een presentatie gegeven aan president Chandrika Prasad Santokhi over de voortgang van de projecten van het landelijk woningbouwprogramma. De president is op de hoogte gesteld van de stand van zaken, problemen bij lopende projecten en financiering en doelen voor de komende periode, met name de oplevering van woningen. De president benadrukte de noodzaak van betaalbare woningen voor het volk en wees tijdens de vergadering teams aan om het project effectief te laten verlopen.